Welkom bij de 5e aflevering van Es Libere Sport. Vandaag praten we met Olympisch kampioenen Henk-Jan Zwolle en Johnny Romme over het nut van een logboek. Nou, zou je jezelf even kunnen voorstellen en even wat kunnen vertellen over wat je allemaal gedaan hebt? Nou, ik ben Henk-Jan Zwolle. Ik ben inspanningsfysioloog. Ik probeer gezonde mensen beter te maken. Ik heb vroeger geroeid. 3 keer naar de Olympische Spelen geweest, in 1988 in de skif, in 1992 in de dubbel 2, toen wonnen we brons. En in 1996 in de 8, toen wonnen we goud. Goeie zaak. Ja. We zijn hier om te praten over logboeken. Heb jij altijd zo'n boek bijgehouden? Ja, toen je begon? Ja, ik heb heel consequent een schriftje bijgehouden met wat ik deed. En dan schreef ik op hoe de training ging en hoe zwaar het was en hoeveel kilometer ik heb gedaan. Nou, dat stond in het schriftje. Maar mijn coach heeft het nooit gezien en ik heb er zelf ook heel zelden naar teruggekeken. Ik schreef wel op, zo, nou, dat is toch een beetje om de training af te sluiten. En dan weet ik wat ik gedaan heb, nou, dan gaan we weer naar de volgende training. Nou ja, toen kwam dus het digitale tijdperk en werd het via internet mogelijk om dat voor elkaar te maken. Dus wat we nu gedaan hebben is gewoon eigenlijk een soort aandelenkoers gemaakt. Dat sporten zegt, nou, ik investeer in mezelf, maar ik wil wel weten waar de koers naartoe gaat. Word ik nou beter of word ik slechter? Door zo'n digitaal logboek te hebben en mensen mee te kunnen laten kijken, kun je veel sneller leren van je eigen fouten. En wordt trainen dus ook eigenlijk echt waar trainen voor bedoeld is, namelijk kijken wat werkt. Ja. Waar word je beter van? Ja, want dat vul je nu allemaal in zo'n systeem? Nou, je kunt het zo groot en klein maken als je wil, maar je kunt dus een aantal subjectieve dingen bijhouden. Dat is zeg maar algemene fitheid. Maar ook waar die fitheid door wordt bepaald, worden door de training bepaald in het algemeen. Ja. Of door sociale activiteiten, of door studie of werk. Ja. Er wordt heel veel gemeten aan materiaal, aan snelheid, aan afstand. Maar wat ook nog moet gebeuren, wordt ook al veel gedaan, is het meten van hartslagen, dus de intensiteit van de training. Uiteindelijk kan een coach echt op een persoon een maatwerk gaan leveren. Ja. Ja, dus ook als je meerdere mensen in een team hebt, dan kun je een algemeen trainingsschema maken, dat iedereen in principe volgt. Maar vervolgens kun je wel zien welke persoon daar meer moeite mee heeft en welke persoon er te weinig moeite mee heeft, want je wil ook ondertraining voorkomen. Ja. En kun je dus dagelijks eigenlijk kijken, hoe gaat het met gevoel, hoe is het herstel en ga je de goede kant op. Heeft zo'n systeem, zo'n logboek bijhouden, heeft dat ook zin voor een wat meer recreatieve sporter? Of is het echt alleen bedoeld voor topsporters? In feite is het net zoals een topsporter. Ze presteren op hetzelfde percentage van het maximum, alleen het maximum vermogen ligt wat lager. Ja. Maar ze zijn wel op dezelfde manier bezig met het verbeteren van hun prestatie. En dan kun je het systeem veel beter, heel goed inzetten. En je leert jezelf ook gewoon beter kennen waarschijnlijk. Dat is de essentie van het verhaal. Maar wat houden zij nou allemaal bij, al je atleten? En wat hield jij vroeger bij? Alle aanslagen stonden erin. Dan doen we lactaatmetingen, dat zet je er al in. Je hebt jongens die hebben een SRM-systeem op de fiets, waar ze dus de wattages kunnen zien. Ja. Nou, als ze dan blokjes in de duur hebben gereden, dan kan je gewoon precies zien wat ze daarin doen. Soms snelheden, gevoel, zeker. Kijk, dat is ook iets wat je dan in je trainingsdagboek erbij kan schrijven van, hey, hoe ging die training nou? Ja. En als je dat allemaal invult, dan kan je ook gewoon een hele overview hebben over het jaar. Dan kan je ook zien of dat iemand vooruit gaat of niet. Ja. En dat zijn dingen die zijn wel heel belangrijk, dat je die gewoon in de gaten houdt. Want in het moderne schaatsen is dat eigenlijk het belangrijkste bijna. Dat je constant kan zien of dat iemand net eventjes vooruit gaat voor. Oké, en nu haal jij gewoon, je houdt alles bij van die atleten en dan aan het eind van de rit heb je een rapportage of zo? Ik evalueer het. Ook we doen de programma's maken we samen met z'n vier eigenlijk. We hebben een fysieke coach extra erbij, mijn assistent en de juniorencoach. Dus we maken echt programma's ook met z'n vier. Dus we evalueren ook van hey, zo'n periode is geweest. Ik verzamel alles en dan zend ik het weer door naar hun en hun kijken er ook weer naar. Dus we zoiets hebben van, we werken nu in 3-wekelijkse cyclussen. Dus 2 weken trainingskamp, 1 week rustig. Dus dan kunnen we goed kijken wat er in die 3 weken is gebeurd. Ja. En dan kan je ook weer evalueren van, hey, dat hadden we gepland voor de komende periode. Misschien moeten we hier daar wat bij sturen bij sommige mensen. Ja. En sommige die kun je gewoon echt door laten lopen. Ja. Maar ja, dat is het. Ja, het verschilt per persoon ook weer natuurlijk en zo gaat het altijd. Het is heel individueel, daarom wil je het ook individueel terug hebben van mensen. En je leert de atleet zelf ook bewuster bezig zijn met zijn programma. Maar kon je nou ook zien vroeger van, als je terugkijkt in je logboek en je had een hele goede wedstrijd gereden bijvoorbeeld. Kon je zien aan je logboek van... Dat de vorm stijgende was. De vorm was stijgende, kon je gewoon zien. Ja. Ook bij periodes dat je, ik heb wel eens periodes ook dat behoorlijk opgebrand was. Ja. En dan kon je het ook zien, wat daarvoor was gebeurd. Dat je dacht bij jezelf, oh, je hebt die intensiteit constant maar een beetje eigenlijk niet meer gerespecteerd. Ja. En maar doorgegaan.
En dan trok je jezelf dus leeg. Dat gaat ook niet. Nee. Dus dat zijn van die dingen die kan je wel terughalen, absoluut. Ik denk dat veel mensen er moeite mee hebben om echt gedisciplineerd zo'n logboek te gaan invullen en elke dag dat bij te houden. Het is part of the deal, zeg ik altijd. En het is nog geen minuut werk, hè, per dag. Nee. Het is gewoon invullen, klaar. Dus ja. Het is heel makkelijk, maar het hoort er wel bij. Ja. En als je het jezelf aanwendt, net zo goed als dat je let als sporter zijn op goed eten, rusten. Dus die combinatie dat gewoon goed is en gedisciplineerd je training doen, is een dagboekje invullen, piece of cake. En met deze woorden eindigen we de 5e aflevering van... Het Leven der Sport!